Welkom bij Studio Team NL. De talkshow vanuit het Holland Heinekenhuis over het wel en wee van de Nederlandse sporters, over Team NL. En vanaf vandaag zullen we heel veel sporters ook in actie zien. In een half uur wordt u bijgepraat en dat doe ik altijd met prominente gasten. We gaan eerst naar Annegreet, Annegreet Haars met het laatste nieuws, met de dingen die jou zijn opgevallen. Ja. En dan beginnen we in de Verenigde Staten. Nou, eerst even aansluiten bij Dinant, want toen ik vanochtend weer al die nieuwssites door aan het kijken was, valt me inderdaad ook op dat ik denk, nou, je kan er bijna niks positiefs meer uitplukken. Ja. En hoeveel ziektes kan je oplopen in Rio, alleen maar dat soort artikelen vind je overal. Ik zie het ook een beetje aan je. Ik ben heel bang. Ik heb het heel zwaar. Ja. Hier, ja. Ja, ja. Maar ik heb wel ook iets anders negatiefs gevonden en dat komt uit Amerika. Want er was natuurlijk gisteren de openingsceremonie en in Amerika waren ze niet echt blij. Want het was één groot reclamefestival. In de eerste 30 minuten waren er maar liefst 5 commercial blokken. Op Twitter gingen ze helemaal los. Ik moest om sommige tweets erg lachen. Zoals 5 commercial breaks in the first 30 minutes. Send some mosquitoes into the NBC booth. Dat soort teksten. Nou ja, social media leent zich daar natuurlijk heel goed voor. Maar wat ook gekkig was, is dat ze besloten om het een uur later pas uit te gaan zenden. Om nog meer kijkers te trekken. NBC heeft die rechten voor $1,2 miljard aangekocht. Dus ze moeten het ergens terugverdienen. Maar ja, in deze tijd een uur later gaan uitzenden. Ja, dat slaat... Ja, je zag op Twitter ook inderdaad dat als ik gaf wat commentaar op de kleding, et cetera. Mensen, nou, dat zien wij nog lang niet. Ja, ja. Dat is heel raar natuurlijk. De hele wereld is online, iedereen volgt. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet meer. Het was hier live en... Hier was live en daar een uur later. In de hele wereld. In Amerika alleen. Ja. Stond ook Amerika de tegen de rest van de wereld. Ja, het is, Het is natuurlijk wel een consequentie van het feit dat als je kijkt naar sportrechten wereldwijd, of het nou gaat om voetbal, Premier League, Bundesliga, Olympische Spelen, zijn eigenlijk de enige rechten die continu explosief in waarde blijven stijgen. Dus dat betekent dat broadcasters in dit geval werkelijk alles op alles moeten zetten om dat weer terug te verdienen. En dan krijg je dit soort excessen. Maar goed, de wal gaat het schip uiteindelijk zelf keren. Nou, weet je, maar je hebt dan de wet van de toe- en afnemende meeropbrengst, zoals het heet volgens mij economisch. Op een gegeven moment stijgt je. En op een gegeven moment heb je een punt en dan ga je naar beneden. En ik denk dat als je om de 5 minuten een commercial break hebt bij de opening... Nou ja, precies wat je zegt. Het worden nu overal tips gegeven. Van, weet je, ga VPN-verbindingen, ga lekker kijken op andere netwerken. Ga lekker wijk uit naar Australië. Want die Amerikanen die hebben er gewoon geen trek in op deze manier. Maar ik ga er wel vanuit dat de wedstrijden wel live uitgevonden worden. Ja, nou, morgen weer. Want dan zijn die rechten volgens mij niks meer waard. Nou, laten we wel met zijn. Een goede commercial tussen natuurlijk. Het was natuurlijk wel al zo dat bijvoorbeeld zwemmen is niet voor niks pas laat. Ja, atletiek is niet voor niks pas laat. 10:30, 11:00 Braziliaanse tijd. Heeft te maken met tv. Ja. Wat heb je nog meer? Nou, wat ik nog meer heb is dat we natuurlijk vandaag de eerste wedstrijden, tenminste de echte, het was natuurlijk afgelopen dagen al het een en ander bezig, maar we gaan dus ook heel veel technische snufjes zien. En dat vind ik altijd wel mooi om te zien wat al die bedrijven weer verzinnen om die sporters nog sneller te laten zijn. En vanavond hebben we natuurlijk het zwemmen, hè, de dames 4x100. Dus ik heb even gekeken naar het zwemmen van wat gaan ze daar doen, want die zwempakken is natuurlijk altijd een ding. In 2008 bij Beijing hebben we dat toen gezien, vervolgens in 2009 had ik nog even opgezocht, 43 wereldrecords in 1 WK. Toen hebben ze daarna besloten van... We kappen met die snelle pakken. Het mag alleen nog maar gemaakt worden van textiel, niet meer met al dat rubber. Dus ik keek eventjes, want Speedo en Arena zijn dan de twee grootste merken. En die proberen natuurlijk binnen die regels toch nog de grens op te zoeken wat ze allemaal kunnen doen. Nou ja, de Nederlanders gaan in de Arena pakken. En die hebben zo de zogeheten Power Skin Carbon Ultra pak aan. Nee. En dat hebben ze ontwikkeld met twee... Kan je dat herhalen? Nee, de Power Skin Carbon Ultra. Hey. Ja, maar we hadden net de wet van naartoe en afnemende meer. Het is een programma op niveau. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is wel... Maar ja, ik kan het niet meer volgen. Zou ik afhaken, Leo? Nee, ga door. Maar in ieder geval, twee universiteiten hebben ze ontwikkeld om te kijken wat kunnen we toch nog doen. En het is een materiaal geworden waarmee de spieren heel erg ondersteund worden. Dus dat ze nog meer kracht in hun spieren krijgen. LeBron James, in de NBA heeft hij dat ook. Hij heeft zo'n mouw op zijn schotarm. Ook om die spieren, ik weet niet waarom ik dit doe, maar om de spieren te ondersteunen. Dus eigenlijk is dat heel veel basketballers. Nou ja. En voor bedrijven tegenwoordig in alle takken van sport, want dat is zo mooi wat Annegreet zegt. Tegenwoordig gaat het bedrijven niet meer zoveel om waar staat mijn logootje op en hoe ben ik in beeld. Maar vooral ook om te laten zien wat is mijn toegevoegde waarde voor de sport. Wat heb ik bedacht? Hoe kan ik vanuit de kern van mijn competenties laten zien dat ik toegevoegde waarde heb voor de sport en daar de credits voor pakken? Dus dat willen deze merken. Ik heb een voorbeeld, Campina met voeding.
Ja, Campina doen. Ik zag Epke Zonderland met yoghurt en ik dacht, ja. Maar dan, dat hij dat dan, als je zegt, nou dat wil ik eten, dat vind ik lekker, dan is dat dan denk ik zo'n soort logische voorbeeld. Fit. Ja, ja, dat werkt ook heel beter met dan, snel pakken. Met zo'n kwalletje van Campina. Dat werkt, dat werkt natuurlijk alleen maar op het moment dat je zeker weet dat het product ook helemaal verantwoord is. Zeker. Als ik, ik heb een groot kindermerk. En 94% van de marketing voor kindervoeding is slecht voor kinderen. Dus het is de vraag van, wat wordt daar gemarkt? Market, wie doet dat? Bedoel je Woezel en Pip? Ik heb Woezel en Pip als, als merk. En wij zijn juist wel heel bezig van, oké, hoe kunnen wij een stap vooruit zetten, voor een grote stap zetten voor zoveel kids? Maar als je over nadenkt dat, wat ik al zei, 94% van wat wij aan onze kids laten zien qua eten is niet goed voor ze. En dat is een proces waar wij bezig zijn. Dus je moet wel zeker weten als, als topsporter ook, dat als jij gaat staan voor dat brand, in dit geval Campina, dat het 100% goed zit. Ja. En dat het niet een soort van, niet een soort van McDonald's wordt die in het midden van, het, van de sporters. En als je die parallel doortrekt naar die zwempakken, ik neem aan dat, dat de zwemmers die doen die pakken niet aan. Als het niet lekker zit en als het niet werkt. Nee. Ja, maar het is met die, die cameraatjes op die fietsen. Ja. Weet je wel. Een topper die neemt echt zo'n cameraatje niet op de fiets. Als het niet iedereen het heeft. Want die zeggen, ja, het is zwaarder. Maar het Ik wou jou vragen, wat vind jij daarvan dan? Want nu is het dan dit pak, hè? Carbon, ultra, whatever. Ja, die deelnemer moet erin geloven. Maar als natuurlijk iemand een wereldrecord hebt te pakken aan, dan wil hij het ook hebben. Want anders denkt hij, ja, ik heb al een achterstand voordat ik begin. Ja. Het is de klapschaat van Tony de Jong. Tony de Jong met de klapschaat die daarmee begint, wordt Europees kampioen en daarna wil iedereen. Ja, maar dat was wel duidelijk iets. Maar denk nog even terug aan de schaatspakken van de Amerikanen 2 jaar in Sochi. Weet je wat één groot drama was? Dat je denkt, die waren toch ook wel getest? Ja, maar luister, maar realiseer je, we praten over schaatsen en we zitten in Rio de Janeiro bij 30 graden Celsius. Maar houden op. Maar, heb je nog meer? Heb je nog wat? Nou, het enige, over zwemmen gesproken, laten we gewoon weer terug gaan naar de sport. Vanavond natuurlijk de dames. Ja. Ik ben echt super benieuwd, die 4 Nederlandse dames, nou ja, de groep is uiteindelijk natuurlijk groter, maar tegenover Jaco Verhaeden met zijn Australische team. Ah, ik ben benieuwd. Dat is wel gaaf. En trouwens, als de mensen nog willen kijken wie er nog meer vandaag in actie komt. Ja, jullie zijn natuurlijk altijd de Team NL-app. Download hem, daar wordt elke dag wordt precies op de hoogte gehouden wat super je waar kan verwachten. Dankjewel, Anne-Greet Haars.